ruzie over een 20 hectare groot natuurterrein in Velp. Blijft het bos of wordt het een zandverstuiving? Het water staat NEC tot aan de lippen. De club is bang voor degradatie en het gedrag van de eigen supporters. Ja, ik denk ook weer de manier waarop we verliezen. En als ze strijdend ondergaan, dan denk ik dat niemand daar een bezwaar tegen heeft. Overbodige regels. Volgens de gemeente Epe horen ze in een museum. De hoge heren en zo, die regenen het toch. En wij hebben niks te zeggen. Dag dames en heren, goedenavond. De gemeente Rheden begint eind deze maand met de kap van 20 hectare bos in het Roosendaalse veld. Dit ondanks een verbod van de vereniging De Geërfden van Velp. Deze club was ooit eigenaar van het natuurgebied en heeft het overgedragen aan de gemeente. Een grote meerderheid van de leden is fel tegen de kap. Inmiddels heeft de vereniging een advocaat ingeschakeld. De gemeente Rheden gaat dit bos kappen en een zandverstuiving aanleggen voor zeldzame planten en dieren. Het bestuur van de vereniging, De Geërfden van Velp, heeft de gemeente eerder groen licht gegeven voor de kap. De leden hebben het bestuur teruggefloten. Een grote meerderheid is tegen de kap. De kap druist in tegen de schenkingsakte die bij de overdracht aan de gemeente is opgesteld. In feite moet de gemeente stoppen met kappen. In ieder geval de kap uitstellen totdat duidelijk is of De Geërfden van Velp wel een wijziging van de schenkingsakte willen. En tot zover moet de gemeente gewoon stoppen, want voor die tijd is het illegale kap. Wethouder Tiemens van Rheden zegt dat het project gewoon doorgaat. Ze ziet de gang naar de rechter met vertrouwen tegemoet. Het heeft nog steeds de reputatie van een knollenveld voor zweefvliegtuigen. Desondanks leidt vliegveld Teuge vanaf dit jaar tientallen piloten op voor de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Een gouden toekomst lijkt weggelegd voor de vliegschool. Dit is Willem van Dam, net 2 weken afgestudeerd aan de Stella Aviation Academy in Teuge. Een 2 jaar durende basisopleiding tot verkeersvlieger die hem meer dan goed is bevallen. Het mooiste vond ik samen met mijn klasgenoten een tripje maken door Europa. We zijn onder andere naar Berlijn geweest met z'n drietjes. Dat vond ik fantastisch. Vliegen is zijn passie. En zo zijn er nog veel meer jonge studenten die niets liever willen dan piloot worden. Stella Academy leidt al jarenlang studenten op tot verkeerspiloot. Maar onlangs sloegen ze in Teuge wel een hele grote vis aan de haak. Toen de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa besloot in zee te gaan met het opleidingscentrum. Hoe kan het dat een van de grootste maatschappijen ter wereld, Lufthansa, bij Teuge terechtkomt? Dat wij ook een van de grootste scholen van Nederland zijn als vliegschool. En ze zijn op de kwaliteit afgekomen. We hadden een aantal leerlingen afgeleverd bij Lufthansa. En ze waren nogal onder de indruk van de kwaliteit. Hebben gevraagd om meer, dus vandaar deze aanvraag. Studenten krijgen eerst 8 maanden lang theorie. Daarna volgt de praktijk, door middel van onder andere een vliegsimulatie. Naast de simulator zijn er de echte vluchten. En daar hoort een grondige voorbereiding bij. Voor elke vlucht ga je een soort planning maken voor die vlucht. En zo vul je dus bijvoorbeeld de lengtes van de banen in. En dan reken je uit of je genoeg baanlengte nodig hebt. Een gouden toekomst lijkt weggelegd voor deze piloten in spe. Want lang niet elke student gaat naar Lufthansa. Er zijn meer luchtvaartmaatschappijen die piloten uit Teuge willen aannemen. We krijgen dit jaar ook een vraag van de KLM uit. Of we met een proef kunnen starten om studenten te leveren aan KLM. Dus we zijn nu bezig met de eerste te selecteren en voor te bereiden voor een selectie bij KLM. Wie weet welk vliegtuig van Lufthansa op de KLM in de toekomst door in Teuge opgeleide piloten aan de grond wordt gezet. De Socialistische Partij wil dat het kabinet zorgt voor betrouwbaardere taxaties van huizen. Uit een onderzoek van ons consumentenprogramma Hallo Gelderland blijkt dat de uitkomst van taxaties van dezelfde huizen tot €140.000 kunnen verschillen. Bovendien zitten er enorme verschillen in de prijzen die taxateurs vragen. De SP vraagt minister Vogelaar van Volkshuisvesting om opheldering. De zorgen bij NEC zijn groter dan de slechte prestaties op het veld. Nijmegen vreest de gemoedstoestand van NEC-supporters de komende 3 thuiswedstrijden. Er worden dan ook alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de rust en orde te handhaven. Alle wedstrijden in Nijmegen zijn risicowedstrijden. Daar komt het in het kort op neer.
In de praktijk worden de wedstrijden tegen Ajax, Utrecht en AZ allemaal op een zondag om 12:30 gespeeld. NEC bereidt zich voor op het ergste nadat de stemming onder de fans na de bekernederlaag van dinsdag tot diepvriestemperaturen is gedaald. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het team met de juiste mentaliteit op het veld staat. We weten dat ondanks onze versterkingen dat er op papier een kwaliteitsverschil bestaat tussen de selectie van Ajax en die van NEC. Maar we zullen zien hoe dat gaat. En we hebben ook vorig seizoen meerdere malen goed gespeeld tegen topploegen. Ook dit seizoen zijn de betere wedstrijden eigenlijk tegen de betere tegenstanders ook gekomen. Dus laten we hopen dat we in ieder geval die lijn doorzetten en dat we die andere lijn heel snel weten om te buigen. Ik denk dat het verliezen niet zo'n probleem is, maar het is vaak de manier waarop er verloren wordt. Als de spelers erom strijden en strijdend ten onder gaan, dan zeg ik oké, je hebt alles voor gedaan, het lukt gewoon niet, dan verlies je. Dan heb je pech gehad. Maar nu merk je toch dat er een aantal wedstrijden zijn waar het niet gepresteerd wordt, naar mijn mening. En dan krijg je natuurlijk de onrust. Trainer Mario Been kondigde direct na de uitschakeling tegen Zwolle maatregelen aan. Eén ervan behelst een boete van €500 voor alle spelers. Misschien als ze in de portemonnee gepakt worden, dan zal dat misschien een beetje helpen. Alleen ik had het geld ergens anders voor besteed. Ik had het terug laten vloeien naar de supporters, want die hebben tenslotte betaald voor een hele slechte wedstrijd. NEC hoopt dat de supporters zich in plaats van onrust veroorzaken zondag tegen Ajax vanaf de eerste minuut achter de ploeg zullen scharen. Het Nijmeegse publiek is doorgaans stil tijdens wedstrijden. Nu zou het moeten fungeren als een soort vijfde aankoop, nadat eerder deze week al Jeroen Drost, Passie Bum, Dani Fernandez en vandaag ook Kevin Bobsen werden aangetrokken. Ik denk dat de supporters daadwerkelijk een positief verschil kunnen maken. De 12e man, dat gezegde, dat is niet voor niets ooit tot stand gekomen. Dat zou ook zeker hier in het McDonald's Schoffertstadion kunnen gelden. Het publiek kan zich ook op een positieve manier heel erg roeren. En het is ook zo, als men zich roert op een hele negatieve wijze, dan zal dat de rust zeker niet ten goede komen. NEC hoopt op punten en intussen houdt Nijmegen haar hart vast. Het had een groot feest moeten worden. De opheffing van de Wageningse stichting Ons Pardon. De stichting is niet meer nodig, nu uitgeprocedeerde asielzoekers door het generaal pardon van de overheid mogen blijven. Maar het feestje werd overschaduwd door een groot tekort aan huizen voor de asielzoekers. Door het asielbeleid in Nederland dreigen in 2006 veel uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te komen. In Wageningen staat een groep vrijwilligers op die dat onmenselijk vindt. Zij vormen de stichting Ons Pardon en helpen ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers aan onderdak en eten. Zonder ons hadden ze op straat gestaan. Dat was ook de reden waarop verschillende organisaties in Wageningen, de vluchtelingenorganisaties, de gemeente Wageningen, de kerken hebben gezegd, medemenselijkheid of naastliefde mag ook, gaat voor een soort burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij vinden dat dat niet kan. Dena Silvina is met haar dochters jaren geleden uit Angola gevlucht. De mensen van Ons Pardon hebben haar aan een eigen flatje geholpen en leefgeld. En de vrouw van Ons Pardon lief, altijd te helpen, altijd te luisteren. Ja. Veel werken voor helpen van ons, ja. Voor het zwemmen, voor alles. Dena en haar dochters hebben net als de meeste andere vluchtelingen nu een verblijfsvergunning. Zij vallen onder het generaal pardon, waarmee het Rijk besluit dat iedereen die voor april 2001 Nederland binnen is gekomen, mag blijven. Het doel van Ons Pardon is bereikt en de stekker kan eruit. Maar de zorgen blijven. Want de flats waar de vluchtelingen wonen worden vanaf 1 februari gesloopt. En nu moeten jullie hier weg? Ja. Ja, wat vind je daarvan? Eigenlijk niet echt zo leuk. Want ik vond deze plek eigenlijk wel leuk. De gemeente neemt de taken van Ons Pardon over en biedt de asielzoekers 2 mogelijkheden. Zelf onderdak zoeken met een rugzakje geld van de gemeente of onderdak in een hotel. Het is niet de meest ideale situatie, maar het is wel een oplossing die wij hebben aangeboden aan de asielzoekers. En het is een tijdelijke. Het betekent wel dat de mensen opnieuw moeten verhuizen. De huisvesting die ze nu krijgen is weer tijdelijk. En dat betekent dat de mensen op dit moment nog niet precies weten wat er gaat gebeuren. Hoe de verhuizing plaats gaat vinden, wat de opslag van meubilair is. Dus we maken ons daar erg druk over. Vanavond wordt met een feestelijke manifestatie de stichting Ons Pardon definitief opgeheven. Je kunt er een lekker potje volleyballen. Maar een heerlijk koud drankje na het sporten, dat kun je wel vergeten. Een bouwproject van de Nijmeegse Radboud Universiteit is om financiële redenen voorlopig afgeblazen. Dat meldt het onafhankelijke universiteitsblad Fox. Het bouwproject kost €20 miljoen. De universiteit ontkent dat het financieel slecht gaat, maar heeft wel minder inkomsten door bezuinigingen van het Rijk.
Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Rijndijk in Arnhem zijn vanmiddag 4 gewonden gevallen. Volgens de politie is een van de bestuurders waarschijnlijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Voetballer Michael Jansen heeft voor een half jaar getekend bij Feyenoord met een optie voor nog eens 3 seizoenen. Jansen wordt meteen weer verhuurd aan een club in de eredivisie. De 23-jarige verdediger liet een paar dagen geleden zijn contract bij Vitesse ontbinden. Jansen kampte vanaf 2005 met hartritmestoornissen. De uitbreiding van vliegveld Wenningveld net over de grens bij Winterswijk is een stap dichterbij. De gemeente Borken, waar Wenningveld onder valt, heeft subsidie gekregen voor de aankoop van landbouwgrond. Hierdoor kan het vliegveld de start- en landingsbaan verlengen om zo meer vluchten te kunnen maken. De Catharina Garage in Doetinchem staat op nummer 3 in de lijst van slechtste parkeergarages in Nederland. Bereikbaarheid, prijs en veiligheid zijn volgens een onderzoek onder de maat. De gemeente Doetinchem snapt deze uitkomst niet. Volgens de wethouder staan er 9 camera's en valt het met de tarieven wel mee. Een ex-lid van Doedelzak en drumband The Pipes and Drums uit Voorthuizen moet zijn pak en muziekinstrumenten teruggeven aan de band. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het ex-lid stapte na een ruzie op bij de vereniging en begon een eigen band met dezelfde naam. Vervolgens ontstond er oneenigheid over wie de eigenaar van de pakken en trommels was. Premier Balkenende zegt ondanks een verzoek van D66 in Ede niets over de integriteit van Kees van der Knaap. De oud-staatssecretaris van Defensie wordt de nieuwe burgemeester van Ede. D66 verwijt van der Knaap dat hij oud-defensiemedewerker Fred Spijkers uit Culemborg jarenlang dwars heeft gezeten. Spijkers weigerde te liegen over de ondeugdelijke landmijnen die militairen het leven hebben gekost. Het seizoen van marathonschaatser Jan Maarten Heideman lijkt voorbij. De meervoudig Nederlands kampioen uit Oldebroek heeft 2 maanden doorgeschaatst met een enkel blessure. Uit een MRI-scan is nu gebleken dat er een pees is beschadigd. Heideman wordt geopereerd. Ondernemers in de Tieler en Bommelerwaard die getroffen zijn door de stroomstoring hebben recht op meer schadevergoeding dan ze denken. Dat zeggen de Kamer en Koophandel en werkgeversorganisaties. De ondernemers weten niet precies hoe en welke schade ze kunnen claimen. De Kamer van Koophandel informeert ze volgende maand. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Ze zijn het zat, de Wageningse verenigingen die gebruik maken van sporthal De Vlinder. Door een kapot dak hebben ze al een jaar lang geen kantine. Het enige dat de gemeente Wageningen volgens de clubs doet is het verhogen van de huur voor de gebrekkige sporthal. Hekken en bordjes met verboden toegang. Vandaag is het precies een jaar geleden dat er tijdens een storm dakplaten van sporthal De Vlinder naar beneden kwamen. Sindsdien is een deel van het sportcomplex gesloten. De sportverenigingen zijn het nu zat. Sinds de stormschade van januari vorig jaar kunnen we eigenlijk niet meer gebruik maken van de faciliteiten die een sporthal behoort te hebben. Er kan dan wel gesport worden in de zaal. De kantine ligt in het gedeelte dat is afgesloten. Gezellig een drankje drinken na afloop is er dus niet bij. En dat is juist wat de sporters ook belangrijk vinden. Gewoon na een wedstrijd dat je met elkaar in de kantine even na gaat kletsen. Dat is eigenlijk ook voor de teamband is dat heel belangrijk om tijd te hebben om even te kunnen kletsen. De gemeente heeft behalve het toegankelijk maken van de kleedkamers en sportzalen nog maar weinig concreets gedaan. Er zijn constructief fouten gemaakt. Er spelen allerlei belangen die te maken hebben met die van de gemeente zelf, die eigenaar is van de sportvoorziening. Gesteggel met aannemers en de verzekeringsmaatschappijen zorgt ervoor dat er aan de reparatie van het dak nog niks gebeurd is. En dat beïnvloedt de luchtkwaliteit in de zalen. Ja, het is hier vaak stoffig en de ene keer warm en de andere keer koud. En de afgewaaide dakplaten beschadigen ook het dak van de sportzalen. De sportverenigingen zijn het wachten inmiddels zat. De gemeente komt volgens hen alleen in actie als zij aan de bel trekken. En daarbovenop voert de gemeente sinds dit jaar ook nog een huurverhoging in. Ja, en dan is de maat vol. Maar volgens de gemeente is dat heel normaal. Een heleboel ruimtes van De Vlinder kunnen gewoon voor sportieve activiteiten gewoon gebruikt worden. De gemeente hoopt in september het dak van De Vlinder gerepareerd te hebben. Tot die tijd is het dus behelpen voor de sporters. Binnenkort is er een gesprek tussen de gemeente Wageningen en de volleybalclub over de sporthal.
Het zijn er ontelbaar veel zinloze en niet te controleren regels en wetten. Het gemeentehuis van Epe staat er vol mee en is tijdelijk omgedoopt tot het Museum van Overbodig Beleid. De tentoonstelling is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie hoopt dat burgers na het zien van de tentoonstelling zinloze regels in hun eigen gemeente melden, zodat ze kunnen worden afgeschaft. Het gemeentehuis van Epe is vandaag omgebouwd tot een heus museum, het Museum voor Overbodig Beleid. Wethouder Frauke van Dam opende de tentoonstelling vandaag in de grote toegangshal. En ja, als je al een hele tentoonstelling kunt inrichten over overbodige regels, dan moeten het er wel heel veel zijn in dit land. Ook Epe doet het slecht, moest de wethouder toegeven. Daarvan is dit een voorbeeld. Een enorme stapel met overbodige regels. Maar het zijn er heel veel en het kan heel veel minder. Want de burger is het zo langzamerhand spuugzat. Of je nu een dakkapel wilt plaatsen of een boom wilt omhalen, je moet overal een vergunning voor aanvragen. In Epe mag je zelfs de kleur van je voordeur niet zelf bepalen. Want daar heeft de gemeente zo zijn regeltjes voor. Dat vind ik schande. In feite vind ik dat schande. Waarom al die overbodige regels? En wat voor kleur heeft uw deur? Ik heb een glasdeur. Komt hij nog goed weg hier in de gemeente? Ik kom nog goed weg, ja. Ja, zeker. Ja. Welke regels er voor glasdeuren in Epe gelden, dat zullen we u maar besparen. De gemeente roept Epenaren die zich aan overbodige regels storen op die te melden. Al zou je er tegen zijn, dan doe je er niks aan. Want nou ja, de hoge heren en zo, die regelen het toch. En wij hebben niks te zeggen. Maar dat gaat veranderen in Epe. In een grote stembus kunnen ze hun klachten nu duidelijk maken. Er zijn 7 burgers aangewezen die erop toezien dat de gemeente ook werkelijk iets met de klachten gaat doen. De 7 burgers in de klankbordgroep zeggen zich door maar 1 regel te willen laten leiden. Zo min mogelijk regels voor de gemeente klaar te maken, zodat het leefbaarder wordt. De leden van de klankbordgroep zullen speciale aandacht schenken aan regelgeving waaruit gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Want ook daarvan zijn voorbeelden te over. Vorig jaar was dat, er was een boom omgewaaid en er was een schuurtje bij de buren die was omgegaan. Er kwam asbest vrij. Maar hij moest een sloopvergunning hebben voordat hij mocht slopen. Dat duurde een half jaar voordat dat rond was. Maar ondertussen lag daar dus die gebroken asbest. En bij de andere buren van hen waren kleine kinderen. Ja, dan denk ik dan, door de regel dat daar een sloopvergunning moet zijn, heb je juist als overheid een gevaarlijke situatie in stand gelaten. Het Museum voor Overbodig Beleid is nog tot en met 31 januari in het gemeentehuis van Epe te bezoeken. En dan nu het weer. Het is al dagen wisselvallig. En het ziet er naar uit dat we daar voorlopig nog niet vanaf zijn. Ja, voorlopig blijft het wel van het regenachtige weer. Er gaat zelfs een flinke bak regen vallen de komende dagen. Het wordt dus nog wat natter. Temperaturen die blijven wel hoog. Maar het zonnetje, zoals vanochtend, dat krijgen we denk ik niet meer te zien. Vanochtend dus eventjes water. En ook al vrij snel die hele grijze luchten met natuurlijk in de middag al de regen. En behoorlijk wat wind. Maar precies een jaar geleden, ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren, toen stormde het echt. Schuttingen die omgewaaid waren, ook veel regen overigens, tussen de 30 en de 35 millimeter zelfs plaatselijk. En vrachtwagens hadden het ook moeilijk op de weg. Hier zelfs eentje omgevallen in de buurt van Arnhem. En op veel plaatsen moest de brandweer eraan te pas komen. Omgevallen bomen die van de weg moesten worden gehaald. En dat ging dikwijls met zo'n cirkelzaag of kettingzaag noemen ze dat. Vandaag was het dus wel een stuk rustiger. Wel nat uiteindelijk. En ook vanavond en vannacht zullen we nat weer hebben. En de komende dagen eigenlijk ook gewoon storing over het land heen. Vandaag trok die al vanuit het westen over Nederland heen. Vanavond en vannacht zal die er over Nederland heen liggen. En ook morgen. Alhoewel, hij zakt wel een klein stukje naar beneden. En dat betekent voor het uiterste noorden van Nederland droog weer. Heel misschien zelfs wel de zon. Maar voor Gelderland, ja, we komen er denk ik toch wel wat slechter vanaf. In Gelderland gewoon regenachtig. Van dichtbij, Nederland niet te zien, laat staan Gelderland. En vanavond en vannacht zitten we nog steeds onder diezelfde bewolking. Periode met regen, soms kan het behoorlijk doorgieten. En absoluut niet koud. In het zuiden komen we zelfs in het riviergebied in de dubbele cijfers uit. En dat te bedenken dat de normale voor de nacht zo rond het vriespunt liggen. Ook best wel weer veel wind, vooral langs de rand, meer in windkracht 4. Die wind die gaat morgen weer wat aantrekken. En het weerbeeld, ja, eigenlijk weinig verandering. Het is gewoon nat. Misschien het uiterste noorden, wat dichter bij die opklaringen, iets droger. Maar ik denk dat we ook hier gewoon perioden met regen hebben. Meer regen dus in het zuiden van de provincie. Grijze luchten en die wind die in de loop van de dag wat gaat aantrekken. Maar
absoluut niet koud, want ook morgen komen we weer uit in de dubbele cijfers. 12, misschien op een enkele plaats zelfs wel 13 graden, maar dus wel die windkracht 5, hier vooral in de buurt van Harderwijk, Putten, Ermelo. Langs de randmeren kan het net wat harder doorwaaien. Die wind, die is in eerste instantie nog aanwezig, vooral op de maandag flink wat wind, misschien zelfs wel eventjes een windkracht 5 tot 6. Daarna gaat die geleidelijk aan afnemen. Temperaturen zijn in eerste instantie nog hoog, die gaan naar beneden. En heel langzaam aan gaat dat hele regenachtige er ook wat uit. Jong, homo en een gewone kroeg, dat gaat niet altijd samen. Morgen wordt een speciale homo-kroeg geopend voor jongeren in Arnhem. En rijden naar de Poolcirkel. Voor het goede doel en voor de uitdaging. U ziet het morgen. Voor nu een prettige avond en een fijn weekend. Is zij nou Grieks of Italiaans?